Hier kan ik 3 weken niet van slapen, want dit is fantastisch. Ik moet mijn, ik moet mijn monitoring, mijn waarnemingen moet ik helemaal bij gaan werken. Want ik had gezegd dat ze in Leiden uitgestorven waren. In de nacht zien de Leidse grachten er anders uit dan overdag. Vooral het waterleven laat in het donker een heel andere kant van zich zien. Met een zaklamp kan men deze kant van de Leidse grachten ontdekken. Onder leiding van A. Verkade van de Hortus Botanicus ging een klein clubje woensdagavond dan ook zaklampvissen. Tot nu toe grappig. We hebben 1 vis gezien. Ja, ze noemen het een zwartbekgondel. Zoiets. Maar het was een visje wat, als het goed is, veel voorkwam hier. Dus dat was leuk. Het is letterlijk op zoek naar vissen gaan met een zaklamp. En toen ik het voorbij zag komen in het lijstje bij de Hortus, dacht ik ook van ja, dat klinkt in ieder geval wel gezellig. Een leuk uitje. Later in de zoektocht kwam de groep ook iets tegen waar niemand op had gerekend. Een donderpad. Ik vind het bijna een van de mooiste avonden dit jaar. Omdat we gewoon 1 donderpad hebben gevonden. He, ook al zien we op andere avonden 6 karpers en nog 10 andere soorten. Nu 1 donderpad maakt gewoon eigenlijk het hele jaar weer goed. Ja, het visje van deze was 5,5, 6 centimeter. Ik denk een mannetje. En die zat dus in een kattenklimtouw. Dat wil ik toch even aangeven. Dat is dus een uitvinding van ons wijkproject. Deze hing er nog en ik dacht, nou laat ik hem omhoog halen. Omdat er bij ons in de wijk in ieder geval dan tegenwoordig altijd exoten in zitten. Ik moet het echt ook nog in mijn hoofd uit gaan zoeken hoe het nou komt dat er hier dus toch nog één zit. Nou ja, goede kans dat dat komt omdat Bert hier nog zat. De vorige donderpad die hier het laatst nog zat, erg geleden. Na de vondst van donderpad Bert 2 jaar geleden krijgt ook deze donderpad een toepasselijke naam. Ernie? Ernie is volgens mij ook een mannetje. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vind het een ontzettend leuk idee. En ik ga daar graag ook een stukje over schrijven voor de wijkkrant van de Pieters Academie Wijk. Want ze hebben hier echt, echt bijzonder water. En dat moeten ze weten. Dat moeten ze koesteren. Ik denk dat ze het zelf ook heel erg leuk zullen vinden om te horen dat ze zo uniek zijn. Want we hebben natuurlijk meer dan 50 wijken in Leiden. En dit is voor mij in ieder geval, voor mijn onderzoek, de enige donderpaddenwijk